Al zo'n 15 jaar zit Joel voor de win namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer en binnenkort neemt hij afscheid na de verkiezingen. In de afgelopen jaren heeft hij zich in het bijzonder ingezet voor de positie van vervolgde christenen. Regelmatig was hij op reis naar landen als Pakistan, China, India. En tijdens die reizen dan schroomde hij niet voor om in gesprekken met collega-politici en regeringsleiders het thema christenvervolging telkens weer onder de aandacht te brengen. Maar ja, hoe doe je dat in landen waar ze er nou niet zo op zitten te wachten om op de vingers te worden getikt door een Nederlandse politicus, laat staan een christenpoliticus? Nou, daarover praat ik met Joel Voordewind en ook over de vraag hoe hij terugblikt op de afgelopen 15 jaar, waarin de situatie voor christenen wereldwijd niet beter op is geworden. Ben je nieuwsgierig geworden? Luister dan naar een nieuwe aflevering van podcast De Stem.